Hallo mensen en welkom bij deze nieuwe aflevering van waar ik een voetbalstadion maak. Nou, vandaag gaan we bezig, andere kant op, met de kleedkamers, dat was het woord. Even naar deze kant. En hier komen ze dus uit. Dus ik pak even iron en maak dit nog even verder als tunnel. Ook op deze manier. En dan komt hier zo komt dan de kleedkamer. Dus ik moet even wat lichter maken. Of gewoon dit neerzetten. Eens zien hoe groot zou ik er willen hebben. Dat moet ook aan de andere kant. En nog iets groter. Ik denk zo. Dan moet hij natuurlijk ook zo. En op deze manier gaan we dit zo ook aan de andere kant doen. Ik maak gewoon één kleedkamer en dan doe ik de andere kleedkamer of camera. Ik denk dat ik het zo doe. Ja. Want ik denk niet dat het mooi is als je overal zo'n blauwe lijn krijgt. Oké. Ik moet nog ook iets bedenken voor de lampen. Ga ik de lampen doen? Maar daar komen we zo wel op. Nu ga ik kwarts gebruiken. Hier. Ik denk dat ik hem eentje langer ga maken. Komt iets beter uit. Wel, nee, maakt toch niks uit. Even kijken. Als we hier nou hekje gaan doen. Deze denk ik. Wat gebeurde daar? Ik heb geen idee. Oké, ik gooi dingen weg. Niet te bedoelen. Zou dit er mooi uitzien? Kan ik gewoon zo doen. Ik denk dat dat er beter uitziet. Oké. Zo. Gewoon zo. Dan pak ik even een kist. En ik moet ook nog slabs hebben. We staan gewoon hierbij. Oké, ik zoek het wel even op. Met een B. Die is nieuw. Die ken ik helemaal niet. Gaar. Even kijken. Dus deze hier plaatsen. En we willen dat daarachter wel zien. Dus ik denk dat ik daar dan gewoon glowstone plaats. Ik heb dat nog wel een keer nodig. Die ook. Die waarschijnlijk niet meer. Dus zo doen. Komt de licht daar achter vandaan. En dan zetten we hier zo voor iedereen een kist neer. Zit daar zogenaamd hun kleren in. En dan vul ik dit gewoon, maak zo eentje hoger. Vul het niet op, maak het eentje hoger. Want hier komt toch overal een dak op. Dat zou ook wel moeten. Oké. Even kijken hoor.
het dak maken. Ik denk zo. Met slabs. Oké. Dit ga ik ook even snel aan de andere kant doen. Zo. Oké, weer vergeten. Even zo eentje weghalen. Kan ik het nu neerzetten, glowstone. Hier zo dit. Ja, even kijken. Dan hier zo dit slab. Hier zo'n kist. Ik denk dat het mooier is als we... Oh nee, laat maar, dat kan hier niet open. Zo. Ja. Dat ziet er beter uit. Ik kan daar ook dit doen. Zo. Ja, laten we dat eens doen. Ziet er best goed uit. Oh, ik moet het wel goed neerzetten. Zo. En dus hier ook. Dat was niet de bedoeling. Op deze manier dus. En nu moeten we nog een vloer hebben. Even kijken hoor, welk blok eruit ziet als echte tegels. Oké, dit is wel de kleedkamer. Maar waar zijn de douches? Dit nou gewoon even weghalen en hier de ingang voor de douches maken. En daarvoor gebruiken we weer een andere blok. Even kijken, waar zijn die? Ach ja, ik zoek ze wel. Oh, dan gaan dit. Nou, misschien voor iets anders gebruiken we dan dit. Ik heb geen kist meer nodig. En kijken. Oh. Is een beetje roze. En hier gebruiken we dit en voor de vloer gebruiken we, voor de, bij de douches gebruiken we dat. Dat vind ik een goed idee. Dan moet ik het nog zorgen dat het lichter wordt. Kijk, ik weet niet waarom ik hier eigenlijk slabs neerzet, maar dat maakt toch niks uit. Ik bedoel, alleen in survival is dit echt iets handigs. Maar ja, nu is het alleen maar lastig plaatsen. Maar dat maakt voor de rest niks uit. Oké. Zo. Iedereen moet volgens mij een douche hebben, dus ik maak dit ook gewoon zo. Even kijken. Zo is goed, denk ik. Deze zo. Hier ook gewoon die blauwe lijn. En dan komt aan de andere kant, wordt alles wat hier blauw is, wordt daar oranje. Oké. En dan moeten we nog even tegels plaatsen natuurlijk. En licht hebben en douchekoppen plaatsen. Ik heb geen idee wat een mooie manier is om te zorgen voor licht. Oké, ik denk dat ik gewoon een plan heb. Oh, ja. Gewoon even wat plekken glowstone neerzetten daar. Oké, dat komt gewoon goed uit. En dan zit je daarna zit je de slabs overheen. En dan gaat het licht er nog doorheen. En dat komt gewoon goed uit, want dan hoef je niet bepaald de lamp neer te zetten. Maar dan heb je wel licht. En dat is nogal fijn, aangezien heel veel lichten in Minecraft niet mooi zijn. Huppa. Is dit een nieuwe update of zo dat dit gebeurt? Of ik moet hier overal, moet ik het even neerzetten.
zo. Ga gewoon even zo. Ik hoop maar dat dit goed gaat. Oké, dat was niet nodig, maar ja. Maakt toch niks uit verder. Oké. Dit wordt een heel klusje eigenlijk. Kan ik net niet bij. Oké. Misschien kan ik daarbij. Ja. Ik kan gewoon weg hoor. Ik plaats het toch wel een andere keer nog. Dat ik dit nu helemaal met klooster moet neerzetten. Zodat alles licht heeft. Dat was echt raar. Nog steeds raar. Ik heb toch overal klooster. Wat? Misschien moet dit. Ik heb geen idee wat er mis is. Nee joh, die klooster doet echt raar. Ja, als ik zo die zie, er dan nog iets van. Nee. Oké. Ik denk dan dat we alvast het plafond gaan neerzetten. En dan gewoon glas neerzetten. En dan zie ik wel waar ik klooster neer ga zetten voor dat glas. Het enige voordeel is dan over die hele. Hel van glowstone neerzetten, niet meer te doen. Ik kan hier niet omhoog. Hier zo wel. Oké. Nu maar hopen dat het er goed uit komt te zien dan. Hier en hier. En hier en hier. Oké. Dat ik het zo neerzet. Ook hier even gaan kijken hoe het eruit ziet. Nou, dat ziet er op zich wel gewoon goed uit. Het verlicht goed. Nu denk ik dat ik dit als douchekop gebruik. Of ja. Waarom niet, hè? Oh. Hey, nu heb ik twee. Hoek. Hier. Hier, 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 hier en hier. Kunnen hier nog wat? Zo. Zijn dat de douches? En nu moet ik nog. Is er een blok waardoor het lijkt dat het daar instroomt? Ik denk deze. Zo. Oké. Nu gewoon dit opvullen, hier een dak bij maken, hetzelfde gebruiken als we bij de douches hebben gebruikt als licht. En dan kan ik daarna aan de andere bezig. Kijk dan, dat ziet er raar uit dat het klooster nu opeens zo slecht verlicht. Ik vind dat raar. Oké, voor het goede licht maak wel weer eerst het dak. Dat is dan veel handiger. In plaats van die ja, vloer eerst, want dan wordt het heel donker. Nu maar hopen dat het goed uitkomt te zien. Maar de douche zag er niet verkeerd uit in ieder geval. Dus hier hopelijk ook niet. Ja, hetzelfde probleem, ik kan daar niet uit. Oké. Kijken. Midden. Dan zo doen. Je houdt hier op. Hop. Zetten we hier dus glas op. En dan zetten we
Dus weer glowstone bovenop. En zo is die nog niet af. Nee. En de deuren. Ik heb geen idee wat voor deur ik zou gebruiken. Ja. Zo is goed. Oké. Okay. Zo. Ja. Oké. Okay. Nu nog. Iron door. Die stond ook gewoon hierbij en een pressure plate. Mooie vloer, nee. Hout. Deze. En dan kunnen we gewoon alvast dit zo doen. Hier dit. Hier dit. En hier dit. En dan heb je hier een zeer wacht kist. Huppa. Misschien dat we nog een wooden trapdoor kunnen maken. Even kijken hoor, shift. Oh. Nee, dat ziet er niet wat beter uit. Oké, okay, nee, dan is dit goed zo. En dan ga ik dit aan de andere kant ook maken. En dan zie ik jullie zo. Oh. Welkom terug. Nou, kijk, ik heb de andere kleedkamer klaar. Dit is hem. Dit is diegene die ik on-camera heb gemaakt. En deze is off-camera. Nou. Ziet er goed uit. Het is gewoon precies hetzelfde. Alleen dit is oranje. En dit patroon. Dit patroon hier is anders. En ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Dus vond je het nou leuk? Geef dan een like en abonneer op ons kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.